Wat mij betreft is de mooiste periode rond de Oosterschelde toch wel de herfst. Als dan de zeekraal en het schorkruid heel mooi rood bloeit. En dat kan je nu overal zien hier rond de Oosterschelde. Een ander fenomeen is dat ook het lamsoor bloeit, de echte lamsoor. En dat maakt het ook weer op de schorren juist heel mooi paars. Dus eigenlijk zou ik zeggen, juist in deze Oosterscheldeweek is het wel het moment om erop uit te trekken om deze gebieden te ontdekken. Nou, wil je nu zelf dit gaan bekijken waar het zo mooi rood wordt, dan kan je bijvoorbeeld terecht in de Prunje. Daar heb je echt hectares vol rode zeekraal en rood schorrenkruid. En zeker met een beetje zon als dat erop staat, dan is dat gewoon een prachtig fenomeen. Dat kan je dus hier zien. En zou je het bloeiende lamsoor willen zien, ga dan een keer mee met een leuke excursie over de schor en de slikken. Bijvoorbeeld die van Sint-Annerland. Want dat is daar nu prachtig met het lamsoor en ook de zulte die er bloeit. Dus echt de mooiste tijd van het jaar.